Eveline, je bent hier al een poosje dominee in dit witte kerkje. Vrijzinnig Baarn. Maar je hebt ook heel wat andere dingen gedaan in je leven. Ja, dat klopt. Ik heb jarenlang voor de klas gestaan. Ik ben natuurlijk begonnen met een theologiestudie. Als braaf gereformeerd meisje. In Leiden heb ik gestudeerd. En toen aan het eind van mijn studie dacht ik, ik moet maar geen predikant worden. Dat lijkt me niet zo verstandig. Ik was heel jong en ik dacht, ik ben niet vroom genoeg en niet serieus genoeg. En wat moet ik nou als jonkie als ik pastoraat ga doen? Dus toen heb ik dacht, ik begin bij de jongeren. Dus heb ik een lerarenopleiding gedaan. Godsdienst en levensbeschouwelijk onderwijs. En dat heb ik jarenlang gegeven op middelbare scholen. En in die scholen kwam ik steeds ook meer in het begeleidingswerk terecht. Eerst met jongeren, waar ik mentor van was, leerlingbegeleider. En later ging ik ook docenten die net nieuw voor de klas stonden, ging ik begeleiden. En toen dacht ik, dat begeleidingswerk, dat is wel heel erg fijn. En daar heb ik ook opleidingen in gedaan. Om me daarin te scholen, in het begeleiden van ontwikkeling van mensen, individuen en van groepen. En toen heb ik in 2001 een eigen praktijk gestart. Voor begeleiden van mensen en groepen en trainingen geven. Ja, dus dat is een hele lange route geweest. Maar uiteindelijk dacht ik op een gegeven moment van, nou wil ik toch nog wel predikant worden. Dus toen heb ik wat rondgekeken, vooral in de vrijzinnigheid. En toen kwam ik bij de Remonstrantse Broederschap uit. En daar heb ik mijn opleiding gedaan. Daar ben ik lid geworden en ik heb aan het Remonstrantse Seminari heb ik mijn kerkelijke opleiding gedaan, want dat ontbrak nog aan mijn studie. De kerkelijke predikantenopleiding. En daarin ben ik nu 4 jaar geleden afgestudeerd. En toen diende zich eigenlijk al heel snel een vacature hier in Baarn aan. Bij de Vrijzinnigen Nederland afdeling Baarn. Ja. En daar ben ik aangenomen als predikant. Beroepen heet dat als predikant. Dus het lijkt me dat het een ontzettend voordeel is dat je die ervaring hebt. Van coaching, training, lesgeven. Ja, dat is wel een voordeel, want ik ben natuurlijk gewend om individueel met mensen heel intensief te werken in trajecten, coachingstrajecten. En het pastoraat, ja, dat schurkt daar natuurlijk wel tegenaan. Nou, hier zie je allerlei boeken die ik komend jaar of dit themajaar ga gebruiken. En dit is een boek, dat heet Weg met de Bijbel. Een gids voor vrijzinnig bijbellezen. En daar ga ik een kring aan wijden en met mensen over in gesprek over wat heb je nou nog aan die bijbelverhalen in onze maatschappij, in onze samenleving, welke thema's zijn nog relevant en actueel. En wat zegt de Bijbel daarover, niet als van en zo moet het, maar en hoe kunnen wij daarmee in gesprek gaan. Maar hoe zou je nou ook jongere mensen kunnen aantrekken? Nou, wij zijn natuurlijk vrijzinnigen. En wij zijn je zou kunnen zeggen, een ondogmatisch manier van denken, geloven, bezieling. Waar een enorme vrijheid is in denken en in geloven. Dus dat zie je ook tussen onze gemeenteleden. Die komen ook uit allerlei diverse achtergronden. En wat je natuurlijk ziet bij de jongeren, en dan bedoel ik de dertigers en de veertigers in onze samenleving, dat die wel enorm weer op zoek zijn naar bezieling, naar bezield verband. Naar waar heb ik een groep waar ik mij mee kan verbinden, waar ik een vrijheid heb in hoe ik wil geloven en hoe ik dat vorm wil geven. En je ziet dat er een enorme trek is tegenwoordig naar allerlei spirituele centra, naar goeroes zou je kunnen zeggen, hè, waar mensen zich aan kunnen laven, vooral jongeren, zich aan kunnen laven, ideeën kunnen opdoen en in gesprek kunnen komen over wat bezielt mij nou eigenlijk. En daarvoor bieden wij hier als Vrijzinnig Baarn natuurlijk een prachtige plek. Wij zijn een mooie herberg voor zielzoekers, ook asielzoekers, maar zielzoekers die ja, graag willen delen over vragen waar je ook als dertiger, als veertiger, ook in die fase van je leven natuurlijk enorm voor komt te staan. Want er gebeurt er ook veel. En daar hebben mensen behoefte aan. Dat zie je in onze maatschappij. Nou, daar bieden wij een hele mooie plek voor. Ja, ik las vanmorgen nog in de krant. Religie verdwijnt niet, maar verandert van karakter. Nee, religie zal zeker niet verdwijnen. Het verandert van vorm, het verandert van karakter. Ja, kijk, ik weet wel, in mijn opleiding heb ik gelezen over Karl Rahner, een Duitse theoloog. En die zegt, de mens is in wezen een onopgeeflijk religieus wezen.
En elk mens is in wezen religieus, want elk mens zoekt naar verbinding, naar ontmoeting, naar zich verbinden met de ander, maar ook zich verbinden met iets wat zichzelf te buiten of te boven gaat, zodat je daarin je ook gedragen en getroost voelt. Je bent ook dichteres. Je hebt een dichtbundel gepubliceerd en de tweede staat op stapel. En binnenkort kunnen we daar in Baarn ook van genieten, behalve in je preken. Lang zal ze leven. Hier heb je een doosje, het kan open en dicht. Ja, kijk maar een poosje, het zit vol met licht. En ook, lief klein meisje, hoor je het geluid met een zacht zingend wijsje. Het kan aan en weer uit. Als vroeg in de morgen de dag weer begint, zal ik voor je zorgen, dat beloof ik je kind. Dan zing ik een lied en dan voel je de zon, omdat uit het niet ooit jouw leven begon.